Vlaams Belang is bijzonder verheugd dat hier vandaag een verbod op de burka en de niqab wordt goedgekeurd. Het is een eerste stap in de strijd tegen de islamisering, een akelig verschijnsel waarvoor het Vlaams Belang nu al vele jaren waarschuwt. Ook in dit dossier wordt het nut van een rechtlijnige oppositiepartij bewezen, net zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in zaken de nultolerantie in de ghettowijken die onlangs is ingesteld, zoals bijvoorbeeld het hoofddoekenverbod in de scholen en zelfs de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar terug naar de strijd tegen de islamisering. Wij zijn tevreden dat nu al een eerste aanzet wordt gegeven tot het creëren van een sfeer waarbij het islamfundamentalisme zich niet langer welkom voelt in onze contreien. Ook hier waren wij de trendsetter. Al in 2004 heeft het Vlaams Belang een wetsvoorstel ingediend tot invoeging in het strafwetboek van een verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen. De anderen volgen nu eindelijk. Zij het dat sommigen dat noodgedwongen doen en een beetje tegen heug en meug. Wij moeten, collega's, in deze nog verder gaan. Het volstaat te luisteren naar de haatpreek, de regelrechte haatpreek van de voorzitter van de Belgische Moslimraad, Nordin Tawil. Een haatpreek die zeer onlangs is publiek geraakt en waar die Nordin Tawil tegen zijn volgelingen de afschuwelijkste dingen zegt over ons, over de westerlingen, over de koefar, over de vrouwen, hatelijke zaken over de vrouwen, ook over de Joden, enzovoort, enzovoort. U kunt trouwens, voor de geïnteresseerde collega's, u kunt de link naar de uitzending van die haatpreek vinden op mijn webstack. En als hier dus straks, collega's, een meerderheid van deze Kamer groene knopjes indrukt, wel nu, dan zal het eerste burkaverbod ter wereld van kracht zijn. En dat nogmaals dankzij de voortrekkersrol van het Vlaams Belang. APPLAUS.